Daar denk je aan op oudejaarsavond. En verder sta je stil bij de stand van zaken in de liefde, daarover straks meer. En je denkt na over je gezondheid en over die van je dierbaren. Even heel in het kort bij mijn gezondheid. In 2002 kreeg ik te horen dat ik een aandoening heb, waardoor ik statistisch gezien nog 10 jaar te leven had. Dat was in 2002. Nu ben ik aan het rekenen geslagen. En zo ben ik erachter gekomen dat statistisch gezien de kans dat ik 90 word aanmerkelijk groter is dan de kans dat ik nu al 3 jaar dood ben. Dat komt niet omdat de statistieken toen de tijd niet klopten, maar de medische wetenschap heeft in die 13 jaar bepaald niet stilgezeten. Ik maak een diepe buiging voor die medische wetenschap. Zo gebruik ik nu een medicijn, dat is het nieuwste van het nieuwste. Er zijn mensen aan die medicijn overleden, maar dat is dan ook de enige bijwerking die het heeft. Het grappige is wel dat bij alle nieuwe medicatie die ik heb mogen gebruiken, de medicijnen die ik verreweg het meest heb gebruikt, gewoon de goede oude antibiotica zijn geweest. Ja, ik heb onderhand zoveel antibiotica geslikt, ik hoef bijna geen vlees meer te eten. Ja, dat is wel even voor de vegetariërs onder u, hè? Zonder vlees kan wel, maar dan moet u wel antibiotica bijslikken. Ja, ik zeg het er maar even bij, want mensen hebben geen idee meer waar hun voedsel vandaan komt, hè? Ze weten niet eens meer dat er een biefstuk van een paard komt, ik bedoel. Goed, dat was mijn gezondheid. En wat betreft uw gezondheid, mocht het slecht gaan met uw gezondheid, wat ik van harte niet hoop, maar mocht het slecht gaan met uw gezondheid, denkt u dan niet aan alles wat u niet meer kunt, maar denkt u dan aan alles wat u nog wel kunt. He, dat is aanzienlijk minder werk. En wat betreft de gezondheid van mijn dierbaren, mijn moeder zit al een tijdje in het verpleeghuis en met haar heb ik de laatste tijd de meest wonderlijke gesprekken. Ja. U kent mijn moeder, dat is grappig. Ja, ik kom bij meer moeders voor, dat klopt wel, ja. Dan herkent u dit misschien wel. Zo vroeg mijn moeder me laatst, Herman, wat voor dag is het vandaag? Ik zei, het is vandaag donderdag. Oh, zei ze, dat is heel bijzonder. Ik zeg, goh, waarom maar is het zo bijzonder dat het vandaag donderdag is? Nou, zei ze, het is meestal geen donderdag. Ik dacht, ja, moeder heeft gelijk. Ja, maar je hebt meer andere dagen in de week dan donderdag. Dus het is eigenlijk wel heel bijzonder, ja, dat het donderdag is. Maar, zei ik, het is meestal ook geen vrijdag. Nee, zei ze, en ook geen zaterdag. Ik zei, nee, en ook geen zondag, en ook geen maandag, en ook geen dinsdag, en ook geen woensdag. Nee, precies, zei ze, maar anders zou het donderdag zijn, en dat is het dus meestal niet. Wonderlijk. Ik zou zeggen, op ons alle gezondheid en die van mijn moeder. En Joep, een goede revalidatie toegewenst. Dag. Ja, u denkt wellicht, wat drinkt hij veel? Maar ik heb gisteren een glas water gehad. En nu heb ik een ontzettende nadorst. Je hebt mensen die hebben als goed voornemen voor 2016 minder drinken. Ik niet. Ik heb als goed voornemen voor 2016 eindelijk eens een keer mijn cd's, mijn dvd's en mijn boeken ordenen. Op alfabetische volgorde. Dus de boeken zet ik bij de B. GELACH
cd's zet ik bij de C. En de dvd's... Ja. Dvd's zet ik bij de V. Van films. Hè? Ja, je kunt tegenwoordig ook wel alles online bekijken en beluisteren. Maar ik ben toch wel erg gehecht geraakt, merk ik, aan mijn oude cd's, lp's en cassettebandjes. Schijnt ook bewezen te zijn, hoor, dat de uitvoering waarin je een bepaald muziekstuk voor het eerst hebt gehoord, die uitvoering schijn je leven lang de mooiste uitvoering van het muziekstuk te vinden. En dat klopt precies. Zo heb ik de Matthäus Passion voor het eerst gehoord in een uitvoering van het Cocktail Trio. En dat vind ik nog steeds de mooiste uitvoering van een Matthäus Passion die ik ken. Terwijl ik ook alweer, ja, zo heeft Bach waarschijnlijk niet bedoeld. En, ja, de Alzheimer Stichting had me gevraagd of ik twee verschillende sokken aan wilde trekken. Maar dat vond ik wat overdreven.